Hallo, leden van Beerse Boys, vrienden van Beerse Boys en iedereen die Beerse Boys een warm hart toedraagt. Welkom bij de nieuwjaarsreceptie van 9 januari 2022 in helaas geen bomvolle kantine. Ik sta hier eigenlijk net als vorig jaar, weer helemaal alleen met al mijn vrienden. En gelukkig heb ik nog één iemand die me altijd steunt. Die zit hier aan mijn linkerkant: dat is Peter van Gerven. En dat is Peter al bijna 50 jaar. Altijd op de klep aanwezig is, daarom is hij het nu ook. En uh, ja, wij staan hier in een verder lege kantine. Um, en ja, toch wil ik jullie mijn nieuwjaarswens uitspreken. Um, wat ik al zei, ik had niet verwacht, vorig jaar toen ik hier stond, dat ik hier na een jaar opnieuw in een lege kantine uh, zou staan. Ik had hier graag gestaan, te midden van alle leden en iedereen die uh, een Boys een warm hart toedraagt, uh, mijn uh, nieuwjaarsspeech uit te spreken. Uh, ik als mensen, jongens van, uh, van de Veteranen, weten dat ik een publiekspeler ben. Dus wat dat betreft had ik dat graag ook met wat meer publiek gedaan. Maar helaas. Uh, en Dat gold voor ons allemaal, uh, het eerste half jaar van dit jaar, we hebben eigenlijk niet kunnen voetballen. Behalve uh, het einde van het seizoen, de Regio Cup tot en met 17 jaar, de jongens en de meiden, die hebben nog kunnen voetballen. Voor de senioren eigenlijk geen wedstrijd meer en alle competities lagen eruit. Dat wil niet zeggen dat we op bestuurlijk vlak niks gedaan hebben. Ik kan uh, vertellen dat we de eerste helft van het jaar een nieuwe vertrouwenspersoon voor de meisjes hebben kunnen, kunnen vinden. In de vorm van Peggy Starowski. Op de site kunnen jullie haar naam vinden en al haar gegevens verder. Uh, hebben jullie behoefte aan contact met haar, uh, weten jullie haar via de site ook uh, zeker te vinden. Nu samen met Helmkistjes en Peggy Starowski hebben we twee uh, vertrouwenspersonen. Zowel voor de dames als voor de heren. En daar, uh, ja, daar zijn we als bestuur toch erg wel trots op dat we dat ook in hebben kunnen vullen. De eerste keer dit jaar dat we echt weer uh, publiek hebben gehad hier op, het, op de klep was tijdens Koningsdag. Uh, toch altijd een leuk event. Dit jaar voor het eerst met alle kinderen op het hoofdveld. Uh, 200 kinderen van de, van de Beersen die hier uh, ja, spelletjes gedaan hebben op het veld. Ik zag dat ze zelfs in een oude auto balletjes laten schieten. Uh, dat was eigenlijk voor het eerst weer dat we weer wat, 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 wat Reuring hier hadden op het, op het complex. En dat was toch uh, goed te zien. Past ook helemaal bij Beersen Boys. Verbinding leggen tussen alle kinderen en alle, alle aspecten ook van, van, van de bezen hier op het veld. Maar dat was het dan eigenlijk wel. Um, kijk ik dan naar het nieuwe seizoen. Um, ja, toen wilden we weer met frissen moeten beginnen. En ik moet zeggen, dat was ook een uniek, uniek gegeven, of is er nu niet uniek gegeven. Uh, het eerste keer dat we met vijf dames seniorenteams zijn gestart. Um, het heeft maar heel wat zoekwerk gekost. Uh, op uh, verschillende sites en ik heb tot op de dag van vandaag geen enkele club, in ieder geval in Zuid-Nederland, kunnen vinden die vijf seniorenteams heeft bij de dames. Dus ik denk echt dat we daar trots op mogen zijn. En we hebben het geweten dat de competitie begonnen is. Want nog voor dat de competitie begon, hebben wij hier een enorme stormschade gehad op het complex. Bomen waaiden om. Ik denk dat het een teken was van een onstuimig begin van het seizoen. Uh, ik denk dat de klusploeg en de vrijwilligers enorm druk geweest zijn. Om het allemaal weer op te ruimen. Ondertussen ligt het complex er weer perfect bij. Maar dat was even schrikken. Maar goed, we konden weer beginnen met voetballen. Dus de competitie kon weer beginnen. Maar Beersen Boys zal Beers Boys niet zijn, als dan ook de kantine open is. Maar in het begin van de competitie hadden wij geen kantinebeheerder. En gelukkig, Joran Hooijen sprong in dat gat en zegt, ik word de nieuwe kantinebeheerder van Beers Boys. Uh, ik kan nog wel zeggen, we hebben een mailadres, info@beersenboys.nl. Wat zelden gebruikt. Alleen de eerste week dat we aankonden kondigen dat Joran onze nieuwe kantinebeheerder werd. Kwamen er toch een aantal mails. Allemaal positief. Iedereen feliciteerde ons met deze fantastische keuze. Om Joran onze kantinebeheerder te laten worden. En ik moet zeggen. Volgens mij vindt hij het zelf fantastisch leuk. En ook zoals de eerste weken draaiden Geweldig. Daarna 20 september hebben wij onze algemene ledenvergadering kunnen houden. En heel erg goed voor het hoofdbestuur. Twee nieuwe leden. Gilles Abe en Erwin van der Schoot zijn bereid geweest om het hoofdbestuur aan te vullen. Waardoor we weer op volle kracht, ook op bestuurlijk niveau, het seizoen aan konden vangen. In een jaar zoals we gehad hebben, waarin we weinig voetballen en waar, we eigenlijk, waar eigenlijk alles anders is dan, dan normaal. Dan pas merk je hoe sterk een club als B.S. Boys is. Uh, alle commissies zijn door blijven gaan. De binding is misschien nog wel groter geweest dan ooit. Uh, een moment... Het afgelopen jaar waar ik dat zelf enorm gevoeld heb, is bij het overlijden van Erwin van den Hout. Uh, ja, zoals jullie allemaal weten, Erwin is overleden, kort geleden. Uh, ernstig ziek. En samen, eigenlijk met, met een aantal mensen, met de veteranen, met ook de jeugdcommissieleden en velen die hier om ons heen, hebben we dat van dichtbij meegemaakt. We hebben hier op het veld gestaan met een aantal waar Erwin met een vliegtuig overkwam. Maar ook op deze plek stond ik uh, ter nagedachtenis aan Erwin. Met een kantine vol mensen. Heel veel jeugdleden die Erwin getraind had. Al zijn mede-commissieleden die hier waren. Hebben een biertje op Erwin gedronken. En dan merk je op zo'n middag uh, wat het toch met ons doet. Maar ook hoe sterk we met elkaar zijn. Uh, heel vervelend dat Erwin is overleden. Maar je ziet toch hoe sterk we dan met elkaar zijn. En dat is ook iets waar we heel trots op mogen zijn. Uh, dat we vast moeten houden. Juist in deze tijden van ja, alle gekkigheid om ons heen. Zie je dat soort dingen. Dat is Beersen Boys. En daar heb ik het enorm gevoeld eh, ja, dat vanuit al die gekke dingen we toch altijd bij elkaar zijn gebleven. En laat dit ook een kracht zijn voor ook wat we nu weer in staan met die lockdown en het jaar wat nog komen gaat. Om dan door te gaan. Dit jaar zijn we ook heel positief geëindigd, wat mij betreft. Eh, vorige week, vlak voor het einde van het, van het jaar, hebben wij het contract met onze hoofdtrainer Hans Staps eh, mogen verlengen. Hans voelde zich heel erg thuis hier bij BS Boys. Wij hadden precies hetzelfde gevoel vanuit BS Boys naar Hans toe. Dus eigenlijk was het een ABC dat we het contract verlengd hebben. Daar zijn we super trots op. Dat Hans deel blijft uitmaken van de BS Boys familie. En Hans is net zo trots om hier ook lekker weer door te gaan. Hopelijk gaan we wat meer punten pakken na de winterstop. Maar daar werken we met z'n allen keihard aan. Ja, er staat nog steeds nieuwjaarsreceptie 9 januari 2022. Normaal gesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie, zoals jullie weten, hebben wij een lid van verdiensten. Ook dit jaar hebben wij een lid van verdiensten gekozen. Wij hebben als bestuurrechter gemeend, omdat lid van verdiensten, die verdient het ook om ten opzichte van waar alle leden bij zijn, die prijs of ja, die onderscheiding in ontvangst te nemen. Dat geldt ook voor een aantal andere jubilarissen die wij op ons lijstje hebben staan, die we heel graag vandaag met in de volle kantine in het zonnetje hadden willen zetten. Helaas kan dat niet. Uh, wij hebben ervoor gekozen om zo snel corona het weer toelaat, de kantine vol kan zijn. Uh, dit toch door te laten gaan. Dan zal het niet een nieuwjaarsreceptie zijn, maar we zullen een mooie avond uh, of een middag organiseren. om deze mensen die het verdienen, enorm in het zonnetje te gaan zetten. Tijdens het nieuwjaarsreceptie wil ik ook graag even een klein beetje naar voren kijken. Uh, het is een raar jaar geweest, 2021. Achteraf kunnen we misschien gaan zeggen dat 2021 misschien wel de basis is geweest voor de toekomst van BZ Boys voor de komende jaren. Tijdens de jaarvergadering hebben we kunnen melden dat we er financieel goed op staan. Zowel de leden, maar ook niet te vergeten alle sponsoren hebben ervoor gezorgd dat de contributies zijn betaald. Maar ook alle sponsoren hebben hun sponsorbijdrage kunnen voldoen ondanks de coronatijd. Nou, dat, dat tekent de club, maar dat geeft ook aan hoe sterk we met elkaar zijn. En die basis dat is een enorme basis om door te groeien. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten in het najaar dat het IKC hier toch doorgaat op de klep. En ik denk dat het ook voor Beers de Boys een enorme kans is om ja, de verbindingen te leggen met de school, met de sporthal, met de, met de opvang. Wat een enorme toekomstmogelijkheid ook voor ons zal hebben. Als bestuur hebben we ons daar al voorbereid, zullen we ons nog meer op gaan voorbereiden. En de toekomst zal ons daar ja, nog leren hoe dat eruit gaat zien. Maar ik denk dat het een enorme kans is. Dichterbij, en dat is in 2022 zullen de eerste uh, zaak hier op de klep al gaan veranderen. Uh, misschien dat jullie het meegekregen hebben, maar het hoofdveld zal gaan veranderen. Dan komt een kunstgrasveld te liggen met een wedstrijdverlichting. Uh, de werkzaamheden zullen gaan starten in mei dit jaar. Uh, met als doel dat we ruim voordat de competitie volgend jaar weer gaat beginnen. Weer een prachtig nieuw uh, veld hebben, ons hoofdveld met verlichting en alles erop eraan. Helemaal nieuw. Ik denk dat dat ook weer uh, ja, een stap is in de verdere ontwikkeling van onze club. Dus al met al, een raar jaar achter de rug. Um, we staan er stevig op. Uh, het gaat goed met Beerse Boys. Uh, ik voel dat ook bij alle commissies die ik spreek. Er wordt misschien weinig gevoetbald. De commissies blijven actief. Uh, niet alleen actief, ze hebben ook heel veel lol. Dat is ook belangrijk dat we het samen met de commissies uh, goed hebben. Uh, en we hebben alweer toekomstplannen uh, om door te gaan. Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen: blijf Meerzeboy me steunen, wij blijven jullie steunen, blijf vooral ook heel erg gezond. En namens het bestuur, namens mezelf, ik weet zeker namens alle leden, wens ik jullie een fantastisch en heel sportief 2022.